Yo mensen van School Games, mijn naam is Jeroen en vandaag gaan wij de Pokémon Shield spelen. Het is aflevering 8 en we zijn bij Modstope als iets. Vision Stars. Ah, daar heeft het heel veel. Ja, dat is goed voor een Pokémon. Yes. Oh. Ja, ja, ik luister. Ah ja, dat weet ik al. Wishystars was bij de eerste aflevering. Toen die sterren naar beneden viel. Dat waren de Wishystars en dat gaven je geluk tijdens een reis. Daar heeft hij het nou over. Oké, yes. We zijn nu bij Hammerlock. Ja, zo heet het die stuk. En wat moeten we nu? Wij gaan. Naar die kant. Oh, wacht, wat is dan ons doel? Jeetje, waarom ga ik dat er weg? Meet Showman. I guess. Moet Charmaine weer zoeken. Ja, waarom doe ik dit? Ja, ik wil even de fietsknop indrukken. En dat is gewoon die plus. En ja. Waar gaat hij nou weer over hebben? Hij heeft dat doos als een energieplant. Hier moet hij als laatste naartoe. Ja, daar is hij nu ook. Nou weten we dat ook bij. We moeten gas en elektriciteit en water hebben. Ah, oké, okay, yes. Meneer met die bril en die pet lijkt echt heel veel op de presentator van Pokémon. En misschien is hij dat ook wel, maar... Yes. We gaan even kijken hoe ons Pokémon ervoor staat. En ja, dan gaan we even healen. Ik weet niet dat ik ze heb geheeld. Dus dat doe ik dat voor de zekerheid. Yes. Oh. Nee. Hebben we genoeg? Yes. Doe een beetje balletjes. Maar 10. Yes. En dan nog potions. Oh, daar zijn er veel. Doe maar gewoon 10. En eentje van deze. Eentje van deze. Yes. En hier deze. Yes. Yes. Oké, mooi.
En dan gaan we weer verder. Ja. Dat is Leon. Ja, we hebben nou inderdaad 3 of zo, of 4. Volgens mij 3. I'm sorry, Lee. Yes. Denk dat dit is, maar ik weet niet zeker. Dat BD heeft verloren. Die man of man die had dat winnen bij de grotgevecht. Oké. Okay. Yes. Oké, we moeten naar route 6. En route 6 brengt ons naar de gevechtje, denk ik. Ik weet het niet zeker. Ja. Oh. Oh, we kunnen er niet langs, dan... Oh, dat is onze laatste gymleader. Die we tegen moeten. Nee, je mag hier binnen als het is. Volgens mij moeten we naar boven en dan gaat hij ons iets uitleggen. Ja, Ryan heet hier. Ja. Zo heet die gymleader. Hij is een voor draaktype. En die moet je als laatste slaan. We gaan naar boven. Dan gaat die vrouw ons iets uitleggen als het is. Ik herinner me weer wat we hier moesten doen. TM29. Juist. Dat is de... En nu gaat hij ons een verhaal vertellen van de historie. Van Pokémon. Twee jonge mensen keken naar de Wishing Star. En ja, die twee mensen die gingen op pad of zoiets. Ze zochten naar een zwaard en een schild. En dat maakte hun heel sterk. En toen werden we gekroond. Ja, zoiets. Dat is de historie, blijkbaar. En denk je dat je ook een van die twee mensen wordt? Oh, en nu gaat hij plot twisten doen van was er een 1 of 2 helden. Ik vind het niet zo echt heel belangrijk als ik eerlijk mag zijn. Maar we krijgen wel 2 revives. Ja, en nu gaan we weer. En dan gaan we weer. En nu. En nu wel kan hij route 6. Dit spel weet ook niet wat hij wil. Maar als ik nu. Ik ga met mijn fiets. En nu zijn die
Die gast bij die zigzagoen weg. Yes, route 6. En dan gaan we weer op pad naar een gym. Oh ja, deze slang. Kijk, deze mensen die houden ons net tegen. Die mensen die slechterik worden, die Pokémon wakker maken, maar eigenlijk mag dat niet, van die mevrouw. Oh nee. Oké, okay, dus 2 tegen 2 gaan we een Pokémon vinden. Oké, als wij een gevecht doen, dan wordt die boom. Hij gaat gewoon mail. We gaan tegen een team Jelgrund. Hoe vaak we het ook hebben gedaan, maar ja. Oh, deze keer is Scunny. Lijkt mijn Solstice. Swashock. Oh, wat? Ik kan mijn aanval niet doen. Maar ja, maakt niet uit. Dan gebruiken we wel nog wel. Airslash. Hoppa. Dat is niet bij neer. Maar hij gaat buiten. En dat is best wel veel damage. Want buiten is slecht tegen fysiek. Ja, oké. Okay. Weer een airslash. En dan is hij neer. Juist. En ja, nu hebben wij eentje neer. Alleen. Ja, alleen kun je ook wel aan. Maar slash. Oeh, dat deed wel heel veel damage. Oké. Okay. Ja, dan kunnen we beter van Pokémon wisselen. Gaan de Red nou erin doen. Die is denk ik beter in Linnon te slaan. Oké, okay. De 24 damage. Rockdom is wel slim. Yes. Een goede attack. Yes. Oh, dat is helemaal niet damage. Wow, oké. Okay. We hebben één habit. Yes, en let's go! Zo doen we dat gewoon. Was gewoon echt een lol, we hebben met 1 HP verslagen. Zo kan een gevecht ook eindigen. Nice. Oh, we moeten net tegen die andere. We gaan niet 2 tegen 2, dus. Het duurt veel te lang.
eerste aanval die werkt. Oh yes. Air slash. Kom op. We hebben die Leapart echt niet kunnen verslaan. Duurde veel te lang. Ja, takedown hebben we niks aan. Yes. We hebben jou ook kunnen slagen. Pop, je hebt helemaal niks gedaan. Je had niet meer gekeken hoe wij aan het vechten waren. Yes. Hij is de allersterkste champion die nou is aangenomen. Oké, hij ziet me wel later. Hij was niet veel beter, heel goede informatie. Yes. Ja, dat is Opal en dat is een fairy. Dat is een fairy type Pokémon. Okay, yes. Ja. We moesten die per se. Ja. Oké. Oh man. Klefwerk, nee, niet weer. Oké, die move heb ik nog nooit gezien. Hier is de Clefairy neer. Nou, dat dan. Nou, 28. Kijk dan, of niet. Oh, nu meteen Clefable. Wat? Wasbel. Oh man. Was dat echt vervelend om tegen te spelen? Een air slash. Yes. Oké, okay, doen we weer een air slash. Oh nee, poisonend. Helpt niet helemaal. Um.
wat? Ja, het zijn altijd random. Yes. Wat? Hoe dan? Wat? Ah ja, deze gaan we verliezen. Yes, één octaals neer, maar... Ik wil niet zeggen dat we tweede niet gaan... Maar dat is mooi dat hij de poison heeft gegeven, maar daar hadden we uiteindelijk niks aan. En ik leveer je wel eens neer. Yes. We gaan weer naar boven. Oh, dan moeten we weer tegen een persoon. Dat heb ik echt goed. Waarom? Oh ja, wacht. Heeft geen nut. Yes. Als het goed is, na deze meneer of mevrouw, ik weet niet wie wat het ook is, zijn we in de stad en dan gaan we met deze aflevering stoppen. En ik vertel je daar ook wel waarom. Koffings neer. Dat is één. Mooi. Noctails level omhoog. We hebben één noctail van level 29 en één noctail van level 28. Oei, dat was heel hard. Maar Psyshock moet hem... Gaat Psyshock het doen? Ah, nee, die gaat hem niet doen. Dan moet ik hem... wisselen. Oh, beter had ik vuur gedaan. Maar ja, hè. Air slash. Ah, kom op, man. Ik ga vuur voor je. Wat? Hoe dan? Auwe. Je slaat echt nergens op. Dan doen we wel nog wel. Zo, shift.
Hoe heeft hij zo'n sterke aanval in één keer houden? Maar goed, dan doen we een andere optie. Dan gaan we wel deze gebruiken. Right now moet dat tegen hem kunnen. Wat? Oké, dan gaan we dat terug doen. Of een bite, een bite. En dan een bite voor sterk is. Kom op, please. Yes! Een bite. We zijn ongeveer hetzelfde level als hun. Maar ja. Oké, als het goed zijn we nou in de stad. We zijn nu in een nieuwe stad, Zandstad. Yes. En daar is de nieuwe, de gym. We gaan even de ding. We gaan even ons Pokémon healen. En dan gaan we voor die stad staan en dan gaan we weg. Yes. Mooi. Ah, daar is op. Nee, ik wil nog geen gevecht nu. Oké. Oh nee, ik heb geen zin in een battle. We moeten nog een battle doen. Oké, dan doe deze battle nog en dan gaan we stoppen. Yes. Mag ik eerst? Nah, niet eerst. Ja, kom op. Oké, mag ik nou? Oh yes, mooi, dat is veel meer damage. Ja, dan gooit hij een super potion. Ik wil de gevecht niet zo lang maken. Kom op. Oh mijn god. En heeft hij nog steeds overleefd. Ja, verdomme, dat duurt veel te lang. Yes, en nu hebben we Sasho. En we hebben het overleefd. Hoi. Oh, hij heeft de derde evaluatie. Oh, de tweede. Die wens wel. En Psycho. Wat nu? Resolief. Oh nee. Ah, dat is een vervelende aanval. Maar nu gaan we niet vuren. En... yes. Mooi. En dan gaan we flame charge. Wat? En dan moet geen nog een keer en nu heb ik meer aan. Yes. Frankie is ook neer. Oh, man. Oh, die slang. Thank you.
wazen. Oh, ik heb een idee. Yes. Ik heb toch 2, dus. Gaan we nog dat erin doen? Yes. Slash. Hoppa, niet op neer. Dan hebben we die ook. Level 8 en dat red nou. Nee man. En... Oh, toch zo. Dat is de laatste. Yes. Toxel is weg. En we hebben Hop weer verslagen. Lekker. We hebben Hop weer verslagen. En dat betekent dus dat we nou naar de gym kunnen. Yes. Mooi. Nou, dat valt mee hoor. Ik heb hem verslagen. Oké, we hebben... Yes. Je moet tegen de gym... Maar niet tegen Opal, want Opal, dat is een fairy Pokémon. Een fairy fighter. En dat is niet wat we nou hebben. Als het goed is. Is een poison of een ding. Maar goed, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie bij de 8e aflevering weer met een gymgevecht. En doei!